Welkom bij deze nieuwe serie genaamd. Ik heb geen flauw idee, maar we hebben een aantal leuke ideeën zoals troep onder de loep en ja, mooi op zooi wordt al gebruikt en leuke meuk ook. Beetje jammer. Als jij trouwens nog een leuke naam weet, laat het even weten in de reacties hier beneden. Maar het doel van deze serie is dus om te bepalen of de meuk die ik dus koop of bij de Action of bij de HEMA of van AliExpress, Wish, weet ik het wat, gewoon echt meuk is of als het daadwerkelijk gewoon iets kwalitatiefs biedt. Want voornamelijk, zoals jullie misschien wel weten, Action, als je daar technologische producten haalt, is het voornamelijk best wel gewoon troep. Maar misschien zit er een pareltje tussen, wie weet. Dus ik heb hier een aantal producten. En ik ga met eentje beginnen. Per video komt dus eigenlijk telkens één product. Ik ga een beetje belangs en zien of het wat waard is. Ten eerste hebben we deze Action 20 euro noise cancelling koptelefoon. 20 euro maar voor noise cancelling koptelefoon. Dat is niet veel geld. En we hebben hier een gaming muis. Ik zag hier van die dingen daarna aan de zijkant. Ik dacht van nou dat is fancy. Dus dat gaan we ook proberen. En we hebben een toetsenbord. Ja, ja. Een lekkere, goedkope toetsenbord. Met natuurlijk, want dat is met elk toestel tegenwoordig zo die goedkoop zijn, heeft het licht. En dat is waarschijnlijk het enige waar het budget is heen gegaan. We hebben ook een muismat. Ook verlicht natuurlijk. Want we kunnen niet zonder verlichting. En hebben wij een mooie gaming headset. Met natuurlijk verlichting. En hebben wij de LED-strip. Natuurlijk heeft dat zelf licht is, dus dat is overduidelijk. En deze dingen gaan we allemaal testen. Maar we beginnen met deze serie, met één product van deze stapel. En natuurlijk komen er nog veel meer later aan. En de eerste wat we dus gaan proberen is de Battletron Gaming Keyboard. Ja, dus dit is het toetsenbord wat we dus gaan behandelen. Zoals ik het zo zie, heb je dus verlichting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zones aan verlichting. Oftewel, het stelt het waarschijnlijk helemaal geen zak voor. Even kijken wat hier op de achterkant zit. Ja, nou ja, ook niet zo heel veel soeps. Ja, nou ja, laten we de boel maar even unboxen. Ik zal het even op tafel leggen, cameraatje even weer klaarmaken en dan gaan we ermee aan de slag. Hier is hij dan, de Battletron Gaming Keyboard. 3 LED coloring, dus je hebt 3 kleuren naar keuze, groen, rood en blauw. Het zou me niet verbazen als de groen hier groen blijft en de rood hier rood blijft en de blauw hier blauw blijft. En dat je niet kan omwisselen welke variant je wil hebben. Dus laten we beginnen aan deze unboxen. Ik moet even mijn trusty unbox knife even pakken. Tjak, zo erheen. Leg deze even hier neer. Kijk eens, nu komen we bij het pareltje. Of niet, dat weten we niet trouwens, of hij goed is of niet. Ik betwijfel of hij het goed is, want het ziet er al niet uit. En het kost al bijna geen zak. Oh, mijn camera gaat scheef hangen. Dat is niet de bedoeling. Dus dit is de keyboard en plastic verpakt. Nou, haal de plastic even ervan af. Wat een idee. En dan is dit jouw toetsenbord. Nou, dit is het toetsenbord dus. Het is best wel, ja, het is goedkoop plastic. Je kan ook zien dat hij lekker buigt. Dus dit is niet je meest stevige toetsenbord ooit. Zoals je kan zien heeft hij een beetje van die domes eromheen. Op zich kan het misschien wel helpen voor het water resistant maken. Daar ben ik op zich ook wel benieuwd naar. Of deze een beetje tegen water kan, omdat de keys zitten hierin verscholen. Dus ik denk als ik hier water op gooi, dat het gewoon hier er vanaf druipt en dat zit. Tenzij er ergens ruimtes tussen zitten. Ja, bij de spatieknop zit er wat ruimte tussen. Maar dat is ook wel maar dicht. Ja, dat is ook dicht. We kunnen proberen dus of ik een beetje tegen water kan of niet. Want ja, wat doe ik anders met deze toetsenbord? Ook niet zoveel. Oké. Keycaps halen we er even af. Kijken wat hieronder zit. En dan kan ik laten zien wat er hier zit. Nou, zoals je ziet, het is een rubberen doom. Ja. Keys, dat is het ook. Dat is het. De buitenkant, die druk ik trouwens niet in, is echt de binnenkant. Vandaar dat de keycaps, zoals je kunt zien, een beetje uitsteken. Dat is de reden daarvoor. Dus dan kun je het gewoon, zeg maar, er binnenin indrukken. Nou, we zetten de dingen weer in. En gaan dat ding even inpluggen en kijken hoe die eruit ziet. Dus let's go! Maar zoals je kan zien ook de keyboard, als je hem eenmaal inplugt, zie je dat hij een groene, een rode en een blauwe zone heeft. En zoals we zeiden op de doos, het heeft 3 kleuren. Dus ja, dat is op zich te verwachten. Je kan deze kleur ook niet veranderen. Je kan alleen met scroll lock
Nu niet eens meer. Ja, zie, nu wel. Hij reageert dus voor de helft van de tijd niet. Nu wel. Oh mijn god, heerlijk. Hij werkt gewoon de helft van de keren dus niet. Maar inderdaad, met scroll lock kun je dus aan of uitzetten. Je hebt dus niet verschillende helderheid modussen. Ik zal even nog een pad eronder doen. Misschien dat het net... Ja, ik denk dat je wel dat het even nodig hebt. Want het is wel even fijn om even een verhoging te hebben. En dan kun je net wat beter bij de toetsen zonder dat je armen helemaal zitten, zeg maar. Dus even kijken. Typing test. Oké, nou, we hebben dus 1 minuut test om te typen, zoveel mogelijk. En dan gaan we kijken hoe snel we daadwerkelijk kunnen typen op dit toetsenbord. En dan gaan we even vergelijken met mijn andere toetsenbord, die ik dus altijd gebruik. Redden gaat naar hem voor Amerikaanse. Mijn accuracy is dus op zich best laag, 8-9%. Voor per minuut is 88. En om heel eerlijk te zijn, denk ik niet dat mijn andere toetsenbord hier heel veel verandering aan brengt. Oké, dan nu deze Glorious Master Race keyboard. Het is een Tikia keyboard. Cherry MX Brown switches zitten hierin. En dat vind ik persoonlijk heel fijn. En dan gaan we even kijken hoe we dit dus gaan doen. Dus 88 woorden per minuut. Moeten we dus even verbeteren. En dan gaan we eens even zien hoe we dat doen. Nou, let's get ready and do this shit. Ongeveer hebben we dezelfde accuracy als hiervoor. Alleen heb ik nu dit keer 95 woorden per minuut. En om eerlijk te zijn, Cherry MX Brown tikt toch wel echt zoveel beter dan mechanical membrane keyboard. Dus dat betreft is het toch best wel een verschilletje. Maar ja, over het algemeen, wat denk ik nou van dit toetsenbord? Om eerlijk te zijn, ik vind het niet eens zo'n heel gek toetsenbordje. Voor zijn geld, want hoeveel kostte deze nou? Ik zal eens even kijken op Action. Ik bedoel, 7 euro is hij maar. 7 euro, dat is echt de fucking cheap. En voor zo'n prijs is het toch best wel een aardig keyboard. Je hebt ook nog verlichting erin. Niet dat ik zeg dat ze mooi zijn, want je ziet er eigenlijk amper wat van. Misschien in het donker zie je er best wel van, maar nu niet in daglicht. Maar ik ben nog één ding even benieuwd naar. Kan hij tegen water? Nou, dat gaan we natuurlijk even testen. Dus ik ben zo terug. Ik pak even een handdoek waar ik hem even opleg. En dan ga ik gewoon even het water eroverheen. Nou, nu ben ik echt benieuwd. Hoe doet hij het? Wat denken jullie? Laat het even weten in de reacties beneden. Houdt deze keyboard het vol of gaat hij het toch begeven? Dan gaan we ervoor. Lekker overheen. Nou, uiteindelijk heeft hij flink wat water op zich genomen. Ik ga eventjes een typtest doen. Oh mijn god, hij werkt ook nog steeds. Serieus? Hou op met me. Oh mijn god. Het werkt nog. Are you kidding me? What the shit? Ik wil meer water. Ik wil zoveel doorgaan. Even lekker bij die spacebar. Ja, achterop maakt niet uit. Het is ook allemaal dicht. Ik gooi wat water overheen en achter. Hartstikke idee. Zo. Nog wat hier. Misschien wat hier meer. Misschien bij de connector. Hier zo. Ja, perfect. Hartstikke idee. Lekker. Lekker natte keyboard. En werkt hij nog steeds? Hou op! Dat ding werkt nog steeds. Ik wist het op zich ook wel. Want alles is best wel goed afgesloten. Dus dit ding kan je gewoon het water overheen gooien. En hij werkt nog. Oh, oh, wat doet hij? Nee, hij werkt nog steeds. Wauw. Kijk dan. Kletsnatte jacker zit hierin. Alle druppels. Hij blijft nog steeds werken. Hier, als je goed kijkt. Zo. Je ziet hele vage lijnen hier omheen. Heel vage lijnen. Het ziet er niet echt mooi uit. En je kan je ook merken dat het een toetsenbord is dat ze snel even gemaakt hebben. Volgens mij hebben ze letterlijk... Dat denk ik wel. Ja, ik denk dat ze dat zo gedaan hebben. Ze hebben gewoon die keycaps eromheen gegooid. En gewoon... De hele mikmaak hebben ze gewoon overgespoten. En dat is waarom je van die strepen hier zit. Dat is denk ik de reden. Wauw, oké. Nou, natuurlijk moet het... Ik bedoel, van 7 euro krijg je niet veel. Dus dan moeten ze dat wel doen. Dan ben ik even benieuwd. Dat ik hier even wat water in doe. Gaat het dan ophouden? Even lekker. Lekker even erin klatsen. Heerlijk. Oh.
Lekker even schudden erin. Zo, dan komt het sowieso bij de moederbord. En weet ik veel wat allemaal van dat ding. Nou, als hij nu nog wat doet. Ik ga even naar de typtest. Hij doet het nog steeds. Doet de K en zo. Deze. Je gooit het in de keycap. En die meuk werkt nog steeds. Kijk hoe nat dat ding is. Ik schud gewoon al het water eruit. Zo nat. What the hell? Oké, okay, nou ja, dat is dat, ja. Wauw, oké. Okay. Ja, dat is best wel een pittig goed ding. Dus, Wereldtron Gaming Keyboard. Ja, wat vind ik er eigenlijk van? Vind ik dit een troepje of niet? Om eerlijk te zijn, dit is op een manier een troepje. Ik bedoel, qua feel, bouwkwaliteit, kijk hoeveel dat ding flext. Het is... Ja, het is niet fantastische kwaliteit natuurlijk wat je krijgt. Het typgevoel is ook een beetje waardeloos als je het gelijk met een mechanical keyboard. Maar natuurlijk, een mechanical keyboard is wel eventjes, wat is het, 10 keer zo duur. Dus ja, je hebt al die fantastische dingen, heb je niet. Maar je hebt gewoon een prima werkzame keyboard. Hij doet het gewoon, hij geeft verlichting. Als je dat mooi vindt trouwens, die 3 zones, zelf vind ik het helemaal niks. Het is niet verschillende modus, dat vind ik wel jammer. Maar ja, het werkt gewoon. Je kan er water overheen gooien, dat ding doet het nog steeds. Je kan er water in gooien, in de keycaps. Of niet in de keycaps, maar in de omhulseltjes, zeg maar. Dan werkt het nog steeds. En het is gewoon een beer. Verdomme, je kan alles tegenaan gooien. En hij doet het waarschijnlijk nog. Als ik me even zo... tegenaan ram, even... Ja, ja. Oh, ik ga me even heel erg stressen. Dan ben ik benieuwd. Als jij kinderen hebt die altijd smijten met spul. Oké, ik heb er nu iets gebroken. Hij is nu... Nu ben ik benieuwd. Ik hoor een knak. Oh. De ledlichtjes doen het toch? Maar doet hij het ook nog met typen? Even kijken. Nee! Echt? Nee, oh wat? Hij doet wel! Holy shit! G, app, tab, doet het ook. Echt, doe normaal. Hallo, ik ben Sander de key. De spacebar is een beetje vast, maar... Shutting down. Cancel. Nee, ik heb te veel knopjes gedrukt en die wou mijn computer afsluiten. Ah, oh, shit. No! Nee, mijn beeldopname is corrupt. Allemaal door deze keyboard. Opname is corrupt geraakt. Damn it! Dus ja. Dit ding kan dus best wel wat hebben. Inmiddels heeft het gewoon allerlei dingen doorstaan. Waaronder dus een knak. Ik hoorde een knak, maar de behuizing is niet stuk. Oh jawel, de behuizing is stuk. Er zit hier een crack in. Ja, de behuizing is alleen stuk. De behuizing is alleen gekrakt. Voor de rest niks binnen, kapot. Ik heb het tegenaan gesmeten, geramd, wat dan ook. En hij doet het nog steeds. En dat verbaast ik me toch wel echt verdomd veel over. Dus ja, het is een dikke aanrader. Als je dus op zoek bent naar een keyboard... En niet te veel wil uitgeven. Ja, top ding.